We willen een wandeling maken in de bossen van Vierze, waar we beginnen bij het labyrinth. Nou, laten we proberen of het lukt. Dat labyrinth duurde nog iets te lang, dus toen ben ik maar gaan wandelen. Maar dat lukte volgens mij langs de autobaan. Ik heb geen route uitgezocht. Ik hoop dat het lukt om met Google Maps te lopen. Ik kan toch echt wel merken dat het hier omhoog gaat. Klein heuveltje.
De eerste herfstkleuren worden al zichtbaar. Best mooi om te zien. Het is me niet helemaal duidelijk welke kant ik nou op moet. Links, rechts of rechtdoor? Dit is dus de Ermgardeskapelle.
Dat met die steentjes op die boom, het schijnt dus een kunstwerk te zijn. Tenminste, dat vertelde die dame. Ik heb een paar keer op maps moeten kijken welke kant ik op moest. Maps geeft aan dat ik rechtsop moet. Ik heb zelf het idee dat linksop korter is. Ik weet niet zeker of dit een pad is, maar het is wel korter, dus binnendoor. Anders moet ik omlopen en dan kom ik op hetzelfde pad uit als op de heenweg. En dat wil ik niet.
stuk is een beetje modderig. En volgens mij hebben ze hier een ander pad gemaakt. Dus kijk of dat gaat lukken. Oké. Dan ben ik weer op de paardenroute terechtgekomen. Volgens Maps moet ik hier zo meteen links. Maar ik zie alleen geen pad naar links. Ik heb even navraag gedaan, maar het oude pad naar links is dus dichtgegooid. Was ik er hier dus uitgekomen bij dit pad.
En bij het hutje dus rechts, links. Nou, van die kant kom ik dus. En dan is dat hier een mooi kruisje. Oftewel 1, 2, 3, 4, 5. Een zes sprong. Nee, ik ga gewoon rechtdoor. Nou, moeten dus kan ik niet rechtdoor. We moeten daar naar boven. Als ik naps mag geloven. Dit is dus de Bismarck-trom. Tijdens de wandeling moet ik toch maar even een boterham eten. Dat ik iets binnen hadden.